Ik ben vandaag naar Gameforge geweest. Ik heb geen vlog gemaakt omdat ik lui ben. Yo mensen, welkom terug naar deze nieuwe video. En deze video ging ik eigenlijk normaal gezien een vlog laten zien van Gameforge. Helaas had ik echt geen zin om op te nemen. Waarom? Ja, dat weet ik zelf niet. Ik had gewoon geen zin. Deal with it. Maar ja, ik ga gewoon laten zien wat ik allemaal heb gekregen op Gameforce, wat ik allemaal heb gewonnen en zo. En ik ga voor het eerst natuurlijk het bandje van VIP Zondag laten zien. En dat zag er ja, gewoon zo uit. Als hij is gaat scherpstellen. Ja, waarschijnlijk gaat het niet scherpstellen omdat ik gewoon aan het opnemen ben. Ja. Dus dit was gewoon ja, het bandje van. Ja, VIP Zondag. En daarachter is nog het bandje van vorig jaar. En daarvoor heb ik iets gekregen. En dat ga ik zo laten zien. En speciaal voor Brand Wars X heb ik mijn Batman trui aan. Dus ik vind dat wel vriendelijk van mij. Oké, dus het eerste ding wat ik daar aan kreeg toen ik kwam, was ja, gewoon het ding eigenlijk. Voor de app en als zo'n spelletje ervoor kon spelen. Helaas werkt de code niet meer, want ik heb hem al ja, gebruikt. Dus ja, daarom. Dan het volgende dat ik hier heb. Is dit. Oh. Iets van quizwits, als het goed is. En ik ga het er eens uit halen. Dus wat krijg je allemaal bij dit? Ja, oké. Dus hier kreeg je twee kaartjes bij. En op deze hier staat een code op de achterkant voor het spelen. Zodat je echt quiz kunt maken. Ik kreeg er ook een snoepje bij. I don't know why, maar het zal wel. En dat zal ik even daar leggen. Of hier. En ja, hier staat gewoon speltje quiz wits of. Je moet gewoon naar quizwits.com gaan en dan kun je gewoon een quiz opstarten en dan kun je met vrienden spelen. Dat is best tof eigenlijk wel. Dus dan ga ik hier gewoon even terug in het zakje doen. Zo, en kijk mijn skills maar eens een keer. Dat snoepje geef ik al aan mijn zus. Wat is het volgende dat ik hier heb? Dus. Toen ik nog keek, zat er dit in. Dit is een soort van. Ja, een toeviel iets. En dit is een soort van 3D-ding dat je kunt uitknippen en dan in elkaar zetten. Het is van het spel Mation Dead Robots. www.mationdeadrobots.com. Gewoon eens naartoe gaan. En ja, je ziet wel. Dan het volgende. Ja, is eigenlijk gewoon een boekje van Game Gear. Ik dacht, ik ga die gewoon meepakken. En ja, zoals gewoonlijk natuurlijk allemaal overpriced shit. Maar ja, shit zal het nu niet zijn waarschijnlijk. En ja, dat is gewoon super chill. De goedkoopste is hier 40 euro. Ah nee, 15, maar wat is dat zelfs? Dit is zeg maar 15 euro. Wat is dat? Scuffanks Trigger Extenders voor PS4. Ah, dat is voor die knoppen daarachter zo. En dan had ik ook nog een reclamefiche gekregen van Outpost. En dat is een gamingcafé dat te vinden is in Brussel, Antwerpen en in Gent. Dus ja, dit is het. Ik maak nu dikke reclame. Nu zou ik alsjeblieft geld willen. Ja, spelen naar card games, PC games, board games, competitive en weet ik er nog allemaal wat. Ja. Dan naar iets interessantere shit. Oh, pas op dat hij niet valt. Dit is de poster van Tomb Raider. Die kreeg je gewoon gratis. En normaal kreeg je ook nog zo'n. Zo. Kreeg je ook nog een Game Mania zak erbij. Maar ik was gewoon te laat en er waren geen Game Mania zakken voor mij. Dus ja, dat is jammer of zo, weet ik veel. Maar ik heb die toch nog van vorig jaar. Dus super. Superveel maakt ook weer niet uit. Ik ga die gewoon op de grond leggen, want het wordt hem niet. Dan het volgende. Het is raar, maar ik kreeg ook een aansteker. En vraag me niet waarom. Dus
Hier is de aansteker en dit stond er op een of ander site. Kom aan, scherp stellen, kunt het? Nee, kunt het niet. Allee, ah. Nope. Nee. Zo dan. Kom aan, standaard power. Ah. Nee, toch niet. Oh ja, het was even, het was even. Nee. Hoe dan ook, dus dat is gewoon dus een aansteker. Dan. Welk heb ik hier nog? Dit kreeg je als je het bandje van vorig jaar nog aan had. Dus dat was dus gewoon dit. Een amulet, ding het dat zo noemt. Ik zou eigenlijk niet weten hoe dat anders noemt. En je kunt nu mijn facecam zien. En wacht even. Zo, ja, nu is het mooi gefocust, mooi. En ja, dit is dus de amulet dat je kreeg. Super awesome. En om de achterkant stond, it's time to game. En ja, en het was niet meer scherp. Het volgende wat ik hier nog heb, is ook weer, was voor de VIPs en is een Gameforce mug. Ja, dat is super awesome natuurlijk. Het is gewoon een mug. Ik zal even draaien en draaien en draaien. En ja, het is gewoon een kom met Gameforce erop, maar het is wel super awesome. Het ziet er toch mooi uit of ligt dat gewoon aan mij? Ik weet het niet. Wat ik heb gekocht zijn twee boekjes. Dus dit boekje, dit is Vader en Zoon, dus van Star Wars, kostte 10 euro. En er staan gewoon van die grappige dingen in. Het klopt totaal niet met de story, maar kijk, ik zal eens laten zien. Zo van die dinges. Best wel grappig. Oh, dat waren skills. En zo heb ik er ook nog eentje van Prinses Leia. Dus dat was in totaal 20 euro. En dan komt het laatste. En nu denken jullie van, Wouter, gaat jij hier 18 euro aan uitgeven? Nope. Maar hoe kom ik er dan aan? Ja, ik heb, zoals de meesten weten, zoals, waarschijnlijk zoals de meesten eigenlijk niet weten, maakt niet uit, stond er een grijp dingen van Assassin's Creed Syndicate. En als je een foto trok, dan mocht je zeg maar een centje in die, kreeg je een speciaal centje en dan moest je dan in die Assassin's Creed Syndicate automaat steken. En dat was eigenlijk gewoon een grijper. En ik heb zoveel geluk gehad dat ik iets heb gegrepen. Dat is gewoon een doos. En er zat dit in. En dit is Arno van Assassin's Creed Unity. Zoals je ziet. Zoals, kijk zijn buikje. Zo. En ja, dat is gewoon awesome. En ja, dat was mijn Gameforce video. Dus ik zal ze nog eens bijhalen. Dit. Een kom. De amulet die vind ik echt super vet. Zo, ik zal het er zo doen. Zo. Oh, tyfus. Zo. Ja, dit. Waarvan jullie de code niet mogen zien. Dit natuurlijk. En een paar boekjes. Ja, wat papieren. En ja, nog papieren. Nog papieren en nog en nog. En dan hebben we ook nog een poster. Ja, hier is de poster. En ja, dat was de video. Doei!